Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? In deze video ga ik een reading doen voor de herfst 2019. Mijn favoriete seizoen, zoals ik al heb verteld. Ik hou van de herfst. Ik vind de kleuren dan heel erg mooi. De bladeren en zo. De mooie herfstkleuren, bruin, geel. Dit soort kleuren dus. En ja, dus ik ga elk seizoen een reading doen. Ik heb voor de vorige zomer ook een reading gedaan. En dit is dus mijn herfstreading vandaag. Ik heb vier verschillende orakelkaartensets gebruikt. Eentje die naar voren kwam, was Raja van de Soul Flame. En daarbij staat ook geschreven dat ze vooral harmonie en healing brengt. En ja, het is echt een heel erg vrouwelijke energie. Heel erg veel te maken met harmonie en healing. Ja, een heel erg vredevolle, warme, mooie energie. Dus de vrouwelijke energie gaat ook blijkbaar heel erg aanwezig zijn in de herfst. Ja, ik heb sowieso wel een heel erg goed gevoel bij deze kaart. Dan nog een andere kaart die naar voren kwam. Dat is de novice. En hierbij staat onschuldigheid, beginner. Dus het lijkt mij ook wel meer een, nu ik beter kijk, een vrouwelijke figuur die erop staat. Dus blijkbaar toch wel echt vrouwelijke energie die een belangrijke rol gaat spelen deze herfst. Je ziet ook een prachtige boom op de achterkant staan. En ja, ik denk dat het gewoon ook heel erg belangrijk is om in deze maand heel erg onschuldig en dat het deze seizoen in de herfst dus heel belangrijk is om onschuldig door het seizoen de herfst te gaan. En met beginner bedoelen ze waarschijnlijk dat je dat het wel een mooie tijd is om nieuwe dingen op te richten. Of je dromen achterna te gaan. Nu kreeg ik bij deze twee kreeg ik twee tegenovergestelde boodschappen. Deze kaart zegt duidelijk: go slow, take time. En bij de eenhoorns kwam naar voren vrijheid. Leef uitbundig en vrij. Kies voor je vrijheid en eis je onafhankelijkheid op. En, zoals jullie zien is er weer aan bij de eenhoornkaart een vrouwelijke figuur op te zien die op een Pegasus vliegt in de lucht. Prachtige zon op de achterkant en heel erg mooie wolken. Dus blijkbaar is vrijheid toch ook wel belangrijk deze herfst. Dat het belangrijk is om je voor vrijheid te kiezen en toch wel ja, je dromen achterna te gaan. Maar deze kaart zegt dan duidelijk van ga traag, neem je tijd. Dus volgens mij is het eerder van dat we goed mogen nadenken wat we precies willen starten. En ons daarop mogen kunnen voorbereiden. Dus heel erg veel voorbereiding doen en heel erg goed nadenken wat we precies willen in ons leven, in deze herfst willen. Wat willen we oprichten? Wat zijn onze dromen deze herfst waar we voor willen gaan? En als we eenmaal klaar zijn met die voorbereiding en zeker weten, oké, dit is het pad of het werk waar ik deze herfst aan wil werken, wat ik wil oprichten, dan is het eigenlijk tijd om voor vrijheid te kiezen. En gewoon inderdaad je gevoel volgen. Vertrouwen hebben dat het goed komt. En ja, gewoon voor je vrijheid kiezen. Dus echt ervoor gaan, vertrouwen hebben dat hetgene wat je gaat oprichten, dat het in orde komt, dat je je dromen kunt volgen. Dus ja, heel erg mooie reading voor deze herfst 2019. Dus, heel erg mooie kaarten, duidelijk de vrouwelijke energie die heel erg sterk naar voren komt. Dus blijkbaar gaat deze sowieso wel een belangrijke rol spelen deze herfst. En ja, dit was dus mijn reading
voor komende herfst die nu voor de deur staat, 2019. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Ik hoop dat het jullie geïnspireerd mag hebben. En ja, ik wens jullie nog allemaal heel erg veel liefs en heel erg veel moois toe.